Robert Gesink is een van de populairste wielrenners van Nederland. In de Achterhoek is hij een ware volksheld. Dat bleek wel op zijn eigen fanclubdag. Hartstikke mooi. De fans zijn het er allemaal over eens. Gesink is een klasbak. Niet alleen als wielrenner, maar ook als mens. Ja, het is gewoon fantastisch natuurlijk. Iemand uit Vassenveld wie zo'n topprestatie kan leveren op zo'n hoog niveau. Dat is natuurlijk geweldig. Dan, als plaatsgenoot, zeg maar, dan leef je gewoon mee met zoiets. Ik vind hem gewoon helemaal geweldig. Ik ken eigenlijk Robert van de clinics, van Kanjes voor Kanjes. En dan is hij zo leuk met de kinderen. En dat is lang niet elke topsporter. En dat is ook lang niet ieder persoon en dat geeft ook niet. En Robert is dat wel. En dat vind ik gewoon helemaal geweldig. Ik vind het prachtig dat hij zo hard kan fietsen. Ja, dat is het. Je hoort eigenlijk van iedereen van, ja, hij is zo lekker gewoon en zo benaderbaar en zo aardig. Ja, dat is hij ook. Ik bedoel, je kunt hem gewoon aanspreken en doet eigenlijk nooit moeilijk van, ik heb nog even geen tijd. Nee, maar dat is denk ik ook een beetje de Achterhoekse mentaliteit, dat je gewoon lekker nuchter en gewoon jezelf blijven. De kennis van de echte fans werd getest in de officiële Hoe goed ken jij Robert Gesink quiz. Wat is de geboortedag van Robert? A, 30 mei, B, 31 mei. Oké, okay, kandidaat, laat me zien. A of B? Nog even voor A was. Antwoord is B. Robert zelf is natuurlijk erg trots op zijn fanclub. Ja, nou ja, ik bedoel, fans die zijn er natuurlijk altijd. En dit is gewoon leuk omdat er nog eventjes extra wat nadruk op gelegd wordt. Dat de mensen trots zijn op wat je doet. En dat is mooi om mee te maken. Een hele tafel vol met mutsen, sjaals, shirtjes, jassen, van alles eigenlijk. Wat is nou hetgene dat de echte Robert Gesink fan moet hebben? Nou, dat varieert natuurlijk wat iedereen mooi vindt. Maar het meeste zie je toch wel een polo. Met een petje. Als je naar de Amsterdam Gold Race meegaat met de tour, met de fanclub, dan zie je 's ochtends ook veel vesten die je gewoon snel eventjes 's ochtends aan kunt trekken. Dus ja, maar goed, daarnaast hebben we ook jassen, paraplu's, dus er is genoeg keuze.